Welkom bij Landleven. Mijn naam is Nick van Zutphen. Vandaag ben ik een stoere brievenbus aan het maken en die is eigenlijk een soort hommage aan de pallet. En dan heb ik het niet over de pallets die in uw palletkachel gaan, maar dan heb ik het over de pallets die gebruikt worden om van aardappels tot bouwmaterialen te vervoeren. Nou, en in deze video wil ik u laten zien hoe u binnenwerk in elkaar zet. Nou, alle exacte afmetingen die vindt u in het magazine. Maar er zijn een aantal zaken die ik even wil aanstippen. Nou, zo zijn de achterzijde en de voorzijde, dat zijn twee stukken van 35 bij 33 centimeter. En de zijde van 35 centimeter, die zaagt u onder een hoek van 75 graden. Dus dat betekent dat u uw decoupeerzaag onder een hoek van 75 graden moet zetten in plaats van 90. En dat maakt dat uiteindelijk de deksel en de bodem er mooi vlak af tegenaan sluiten. Nou, vervolgens legt u twee stukjes hout op de werkbank. En legt u daar de achterzijde bovenop. Vervolgens pakt u de twee zijkanten en langs de rand legt u daar een randje kit op. En deze twee die klemt u tegen de achterzijde aan. Dus u zet hem dus niet bovenop, maar er tegenaan. Nou, vervolgens gebruikt u een lijmklem om dit even tijdelijk een beetje op zijn plek te houden. En neemt u de voorzijde. Nou, als u de voorzijde hier tussenin zou willen zetten, is dat heel lastig. En daarom heb ik daar kleine balkjes van 80 mm hoog voor gemaakt. En die kunt u er eigenlijk bovenop zetten. Bovenop de achterzijde. En dit maakt dat als u de voorzijde erop legt, dat deze precies op de goede hoogte ligt. Nou, de voorzijde doet u langs de randen, brengt u kit aan en die klemt u dan vervolgens weer tussen de zijkant. Nou, vervolgens gebruikt u twee lijmklemmen om het geheel goed tegen elkaar aan te klemmen. En het is belangrijk om te zorgen dat alles mooi strak is afgesteld, dat alles haaks is. En dan laat u de kit drogen. Nou, als de kit is uitgehard, haalt u de lijmklemmer ervan af en kunt u de bodem gaan bevestigen. Nou, om de bodem te kunnen vastklemmen onder deze hoek heb ik wichtjes van 75 graden gemaakt. En dit zorgt ervoor dat als u een plank aan de bovenkant zet en de onderzijde er tegenaan zet en daar de wichtjes plaatst, dat de lijmklemmen eigenlijk recht zijn omdat u het geheel goed vast kunt klemmen. Nou, de bodem, daar legt u langs drie zijden kit langs en die klemt u vervolgens er tegenaan. Het is belangrijk dat u een heel klein randje openlaat op het laagste punt van de brievenbus. En dit is omdat als er ooit water in de brievenbus komt, dat het eruit kan lopen. En dat maakt dat uw brieven en drukwerkpakjes allemaal droog blijven. Nou, en dan vervolgens klemt u dit ook weer vast, laat u het geheel uitharden en dan is het binnenwerk van uw brievenbus klaar. Nou, ik wens u ontzettend veel plezier met het maken van uw eigen stoere brievenbus. In het magazine vindt u het volledige stappenplan, de bouwtekening en natuurlijk ook de boodschappenlijst. En dat rest mij niet veel meer te zeggen dan. Mijn naam is Nick van Zutphen en graag tot later. Dag!